Groeigeld wordt mede mogelijk gemaakt door Sprout. Gietvloeren werden tot een paar jaar geleden bijna alleen maar gebruikt in de industrie. David Bos zag mogelijkheden in de consumentenmarkt en ging zijn eigen vloeren ontwerpen, de Sensovloeren. Na een paar jaar van onstuimige groei in Nederland is het bedrijf nu ook internationaal aan het groeien. Vandaag bij ons in de studio David Bos van Senso. Welkom bij Groeigeld. Welkom David, leuk dat je er bent. Dankjewel Karin, leuk je weer te zien. Bedankt voor dit moment. Ik hoorde dat je onlangs een vloer hebt gelegd voor de Sheikh van Qatar. Ja, dat was een hartstikke leuk project. We kregen de aanvraag via een Duitse architect. En het ging om een chocolatier. De man hield en houdt nog steeds van chocola. En wat hij wilde doen is de beste chocola in de wereld naar zijn land halen. En daarvoor liet hij een winkel bouwen, waarbij die stoelen uit Parijs, kroonluchters uit Spanje en vloeren uit Nederland liet komen. En aan ons de eer om dat voor hem uit te voeren, wat ontzettend leuk was om te doen. Heb je de man ook ontmoet? Nee, die ontmoet je niet. Okay. Die komen langs, gescheurd, die kijken even binnen of alles goed is. En dan zijn ze weer weg op naar het volgende project. Omdat in Qatar natuurlijk veel gebouwd wordt in aanloop naar de Olympische Spelen in 2022. Daar zijn ze nu al mee bezig. Ja. En jullie hebben dus internationaal die naam al dat je door zo iemand gevonden wordt? Ja, het is aan het groeien. Of doe je dat actief? Nee, dat niet. Zo iemand is natuurlijk moeilijk te benaderen. Aan de andere kant proberen we wel actief te zijn in groeimarkten. Zoals iedereen weet is Nederland qua bouwsector op dit moment heel erg slecht. Proberen we ook in het buitenland te kijken naar mogelijkheden. Oké. Hey, en die gietvloeren, even voor mensen thuis die denken, wat is überhaupt een gietvloer? Ja, het is een prachtig product. Eigenlijk is het ontstaan in de industrie in de jaren 60. Met name een technische benadering had het product toen. Want het is naadloos, het is vloeistofdicht. Dus het werd gebruikt in fabriekshallen, in werkplaatsen, in machinefabrieken. Om vloeren te beschermen, dan wel chemisch resistent te maken. Dus weinig sexy is daar natuurlijk aan. En wat wij 10 jaar geleden zagen is dat steeds meer interieurdesigners het product wilden toepassen in wat we nu zien als de esthetische markt. En dat zijn winkels van Lacoste, maar ook het nieuwe hoofdkantoor van G-Star of een mooie villa die men ontwierp. Wat het product doet, en daar geloven wij ook in, is het brengt eenheid in je interieur. Dus het is een materiaal dat uitgegoten wordt. Ja, dus het loopt door verschillende ruimtes door, zeg maar, toch? Exact. Ja, je begint vooraan en je eindigt bij de deur. En met die eenheid ontstaat ontzettend veel rust en ruimte in een ruimte. Of dat nou een woning is of een kantoor. Maar en dat spreekt designers dan aan? Ja, designers vinden dat prachtig. Hey, ja. En jij werkte op dat moment, werkte jij voor zo'n industriële aanbieder? En jij dacht, ik moet daar iets mee. Ik wil daar zelf iets mee gaan doen. Hoe ontstond dat? Ja, eigenlijk vanuit de vraag die ik in de gesprekken ontving van architecten. En ik benaderde mijn management daarmee. Ik zei, jongens, we moeten die kant op, want daar liggen mogelijkheden. Maar men wilde dat niet. Maar ergens achterin zat blijkbaar toch iets waarvan ik dacht, hey, ik zoek een kans om zelf iets te creëren, iets te bouwen. En toen ik nee kreeg, daar ben ik... Ja, want jij wilde eerst proberen om gewoon vanuit dat bedrijf een soort van nieuwe tak op te zetten. Dan, ja, of dat, ja, dat was de eerste gedachte. Maar toen men daar niet in wilde investeren, want er was productontwikkeling voor nodig, was training voor nodig, dacht ik, nou, dan probeer ik het zelf. En je bent letterlijk op de zolderkamer begonnen, toch? Ja, zeker. De eerste, vele ondernemers zullen dat herkennen. Als je begint, doe je alles zelf. Van de facturen sturen tot de verkoop, tot het leggen deed ik toen ook nog zelf van de vloeren. Heel kort gedaan overigens, want er zijn mensen die dat veel beter kunnen. Gelukkig. Maar dan sta je s'avonds in je kloffie monsters te gieten en de volgende dag strak in pak die te presenteren bij een belangrijk architect. En zo begin je dan. En van 50 vierkante meter. Ja, want je moet best ook wel daar een soort van technische achtergrond voor hebben om die hele productontwikkeling te doen, toch? Hoe heb je dat aangepakt? Ja, ik interesseer me wel voor techniek. Dat is wel belangrijk. Alleen, het is vooral ingegeven door het feit dat ik van mooie dingen houd. Dus wat wij doen met Senso is een product dat van oudsher een heel stoffig imago heeft. Presenteren we op een designer manier.
Ja. En dat geeft het product ook meer status en uitstraling. Om te laten zien wat je ermee kan. Hmm. Want de hele productontwikkeling heeft volgens mij een jaar of twee geduurd. Ja, het is een ongoing proces. Dus we zijn nog steeds bezig met de productontwikkeling. Maar voordat je zeg maar een prototype materiaal had wat je dan ook echt kan gaan leggen. Ja. En hoe ben je toen vervolgens de markt opgegaan? Of hoe ga je dan aan de wereld vertellen van kijk, dit product is er? Eén op één, heel simpel. Mijn eerste klant was familie. En de eerste vloer die ik legde was volgens mij in de garage bij mijn ouders thuis. Maar uiteindelijk werkt het zo wel. Dus wat wij deden, of wat ik deed, is met een paar stalen bij architecten langs. En het eerste project is heel klein. En met dat kleine project, als die klant tevreden is, dan bouw je naar een groter project. En uiteindelijk steeds meer en groter. Want ik begreep dat er ook in het begin best wel wat moeilijkheden zijn geweest. Hè? Wat fouten in de producten die je... Of de vloeren die je gelegd hebt, hoe ben je daarmee omgegaan? Of hoe voorkom je zeg maar dan dat je merk al meteen schade toebrengt? Oplossen. Dus wat ik wel gemerkt heb, is dat het niet erg is om fouten te maken. Als je er maar vervolgens niet voor wegloopt. Dat is in ieder geval als je op de lange termijn denkt. Ik geloof dat als je daar waar gewerkt worden fouten gemaakt. Dat gebeurde niet alleen bij ons. Maar ook bij professionele bedrijven die al honderden jaren bestaan, gaan nog steeds dingen fout. Maar de manier waarop je dat oplost bepaalt of je uiteindelijk in business blijft of niet. Hm. En dat hebben we gedaan, we hebben die problemen opgelost. Want wat voor dingen gingen er mis? Sommige dingen hadden te maken met blaasvorming in onze vloeren. Dus als je vocht vanuit de ondergrond hebt, dan kan dat tot een blaasvorming leiden. Dat zijn dingen die we getackled hebben in productontwikkeling. Die nu niet meer voorkomen, gelukkig. Helemaal niet meer? Nee, of we moeten een leiding springen. Ja, op de ergste manier. Maar dat daar gelaten gebeurt dat niet meer, nee. Want ik begrijp dat die vloeren, dat zijn een aantal lagen die je legt. Ja. Dat moet heel snel en zeg maar ook in één keer goed gebeuren. Hè? Dus het is voor jullie volgens mij ook wel heel belangrijk om mensen goed op te leiden die vloeren leggen. Ja, absoluut. Naast de eenheid in interieur geloven wij ook in wat wij noemen product and people. Want een product is maar zo goed als het gelegd wordt, als het geïnstalleerd wordt. Dus wij hebben ook een trainingsprogramma voor nieuwe mensen, de Senso School of Skill, waarbij we mensen trainen tot vakman. Die uiteindelijk dan ook onze kwaliteit waarborgen bij de klant. Ja, dus je moet wel echt investeren in mensen voordat ze voor je kunnen werken. Ja, ja absoluut. Ja. Hey, en op een gegeven moment is het best wel hard gegaan. We hebben het over volgens mij het start in rond 2004. Ja. Tussen 2007 en 2009 zijn jullie iets van 800% gegroeid met het bedrijf. Ja, dat ging heel hard. Dat was fantastisch. Ook een hele drukke periode, maar tegelijkertijd ook heel mooi om mee te maken. Maar ook wel een moeilijke periode volgens mij. Dus als je zo hard groeit, is het ook wel lastig om bij te benen. Ja, heel lastig. En dat gaat ook niet. Je kunt niet alles goed doen. Wat wel heel belangrijk was, is dat in 2006 is mijn broer bij het bedrijf gekomen. Hij is bedrijfskundig onderlegd. En is ook veel beter in het organiseren van processen, stroomlijnen van processen. Want hoe zie jij jezelf dan als de grote salesman of de creatief? Nou, ik hou van dingen bouwen en creëren. Dat is wat mij drijft. De reden waarom ik 's ochtends opsta is omdat ik denk, ik wil vandaag weer iets nieuws brengen. Ergens aan werken waarmee we iets moois creëren. En daarvoor heb ik ook heel veel ideeën om nieuwe dingen te maken. En Daniel, mijn broer, die bekijkt al die ideeën die ik dan weer spui. Om te kijken of ze ook echt goede ideeën zijn. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, heb je vaak dingen waarvan hij zegt, nee David, dat gaan we echt niet doen? Oh, zo vaak. De meeste. Maar er hoeft maar 1 op de 10 goede ideeën te zijn. En daarmee kun je een nieuwe business genereren. Maar en hoe gaat dat proces tussen jullie dan? Ik bedoel, jij zegt, laten we dit doen. Hij zegt nee. En dan? Nou, dat is wel discussie. soms hebben we daar stevig discussies over. Omdat we allebei heel erg koppig zijn, heel erg eigenwijs. Dat maakt het natuurlijk moeilijker. Maar wat we wel zeker weten is dat als we een idee op de markt brengen, dan zijn het ook meestal goede ideeën. Omdat het van twee kanten bekeken is en van twee kanten er een soort van akkoord voor is. Ja, maar ook goed doordacht. Hè? Als je een idee hebt, dus 1, maar 2 is hoe ga je het op de markt brengen? Hoe ga je het prijzen? Wat is je strategie
Want hoe verdelen jullie dat? Of hoe doen jullie die verdeling samen? Dus voor de uitvoering, wat doet hij dan? Wat doet jij? Wat doe jij? Hij is strategisch. Dus waar staat Senso over 10 jaar of over 5 jaar? Daar is hij heel erg sterk in. Daar werken we overigens wel samen aan, omdat we van beide kanten daarover ideeën hebben. Maar hij zorgt er ook voor dat het bedrijf daar klaar voor gestoomd wordt. Hij ziet ook alle processen die in de tussenliggende periode geregeld moeten worden om dat te bereiken. Dus hij is enerzijds organisatorisch, strategisch met name bezig binnen ons bedrijf. Zou je zonder hem kunnen? Nee. Om de simpele reden dat ik ben een opportunist. Dat houdt in dat je nieuwe ideeën graag wil aangrijpen. Alleen de keerzijde daarvan is dat de bestaande business daar soms onder kan lijden. Dus als je heel veel met nieuwe dingen bezig bent, vergeet ik vaak dat het bestaande bedrijf natuurlijk ook nog verder ontwikkeld en aangescherpt moet worden. Ja. Dus als ik die rem niet heb, dan zouden we failliet zijn, denk ik. Ik denk dat we hele mooie projecten zouden hebben gedaan, maar dat we misschien niet meer zouden bestaan als bedrijf. Oké. En is dat, vind je dat soort conflicten lastig met hem? Of is dat iets wat jullie van oudsher wel hebben, dat je denkt... Nou, van oudsher niet, want we zijn vrij vroeg andere richting opgegaan. Ik ben middelbare school afgemaakt, maar daarna niets meer gedaan. Ga vrij snel gaan werken en hij is gaan studeren en ook internationaal stages gelopen bij toonaangevende bedrijven. Maar we zijn ook al later weer tegengekomen. Of ik die discussies lastig vind? Ja, tuurlijk. Omdat je soms zo erg gelooft in je eigen idee dat het moeilijk is om daarvan afgebracht te worden. Maar uiteindelijk weten we allebei te waarderen dat het bedrijf zoals het nu draait en waar we nu staan, dat we dat samen hebben opgebouwd. Ja. En met natuurlijk heel veel andere mensen. En internationaal zijn jullie op een gegeven moment, hebben jullie ook de stap gemaakt naar Antwerpen en Londen? Ja. Van waar die plaatsen eigenlijk? België ligt voor de hand, omdat het dichtbij is. Ja. Dus qua logistiek is dat heel makkelijk. Daarnaast is de Belgische markt qua design heel ver. Zie je in de mode, maar ook in architectuur. Londen, idem dito. Engelsen en Nederlanders hebben natuurlijk een oude historie in samenwerkingsverbanden. Nederlands design doet het in Engeland heel erg goed. En we hadden een kans om... Presenteer je dat ook echt op die manier? Presenteer je Senso als Dutch design? Niet zozeer, maar we steken dat ook niet onder stoelen of banken. We zien dat het wel gewaardeerd wordt. Ja. Maar we kregen daar vooral een kans om samen met een aantal andere designbedrijven een show om te openen. Ja, want jij werkt heel veel samen met andere merken, dus met designers, de architecten en dat soort dingen. Waarom is dat zo belangrijk? Een van de dingen waar we ook in geloven is quality and design. Dat is een andere pilaar binnen ons bedrijf. Wij zijn enerzijds een technische onderneming, anderzijds natuurlijk bezig met het vermarkten van het concept. Wat designers daaraan toevoegen is schoonheid aan het product. We hebben een soort techniek waarmee designers, die geven ook de mogelijkheid om daar iets moois mee te maken. Om nieuwe collecties te creëren of sensationele ontwerpen te presenteren. Een voorbeeld daarvan is een samenwerking met Edward van Vliet. Maar ook Marcel Wanders heeft producten voor ons ontworpen. En dat brengt ons weer naar een volgend level. Daarmee inspireren we ook andere architecten. Dus ook een beetje het luxe imago koppelen aan je vloeren, toch? Ja, het is wel inmiddels een luxe product geworden. Dat is waar. Maar dat komt, ik neem aan dat dat mede te maken heeft met hoe je het positioneert in de markt. Ja, absoluut. Je zou ook kunnen zeggen, ja, het is gewoon een vloer en dat is het. Maar ja. je bouwt er wel een soort van imago omheen, een mooi plaatje, zeg maar, toch? Tuurlijk, ja, maar weet je, een vloer aan zich is ook niet zo spannend. Het is de manier waarop het samenvalt met de rest van een interieur, dat goed ontworpen is, dat het spannend maakt en sexy. Mm. En dat is waar we naar op zoek zijn. Naar die nuance, om die te bereiken, samen met designers, want die heb je daarvoor nodig. En staan die ervoor open? Ja, absoluut. Ja. Want Marcel Wanders, begreep ik, die heb je gewoon op een gegeven moment opgebeld van... Hey, kunnen we wat doen? Ja, absoluut. Hij dacht gaaf. En hij zei meteen, ik wil ook zo'n vloer dan in mijn kantoor. Dus dat was een goede samenloop van omstandigheden... waarin hij iets zag wat hij zelf kon gebruiken. En wij hem de mogelijkheid konden geven om ons product te vervolmaken... of daar iets nieuws mee te creëren. Want jullie zijn samen een nieuw type vloer gaan ontwikkelen, toch?
Ja, het was een bestaande techniek die wij freeze noemen, waarbij we afbeeldingen of ontwerpen in de vloer kunnen bevriezen. En wat hij eraan toevoegde was een soort trompe-l'œil, dus een illusie van driedimensionaliteit in de vloer, die we onder de naam Impressions hebben gepresenteerd. Dus een collectie van 4 dessins in 10 kleuren, die een heel bijzonder effect geven eigenlijk. En merk je dan, omdat zijn naam eraan verbonden is, dat je product heel veel, dat het makkelijker verkoopt? Niet zozeer makkelijker verkoopt, maar wel dat het bijdraagt aan het image van je bedrijf. Dus als we het over de zakelijke kant van dat gedeelte hebben, dan draagt dat zeker bij aan je brandwaarde. Mm-hmm. En die andere ontwerper die je noemde, Edward van Vliet, dat is een Vlaamse designer? Nederlands. Of een Nederlander? Ja, uit Amsterdam. Hij werkt onder andere voor Marozzo, voor Bizassa, voor L'Oréal heeft hij zaken ontworpen. En wij hebben hem benaderd om met onze wandafwerking, want we maken vloeren en wandafwerking, om daar een soort watermerk dessin achter te ontwerpen. Dat is heel goed gegaan. De markt reageert daar heel positief op. Ziet er ook fantastisch uit. Ja. Ja. Is dat ook iets wat je moet doen, denk je, in deze markt? Het is misschien een beetje een soort hip product, wat misschien over een aantal jaar helemaal niet meer... Ik kan me voorstellen dat de interesse afneemt. Is het iets, vind je dat belangrijk om er nu mee bezig te zijn om steeds weer nieuwe dingen daarin te bedenken? Ja, absoluut. We willen een platform zijn dat zich steeds verder ontwikkelt in product, op productniveau ook. Naast het bedrijf dat je moet ontwikkelen, moet je ook nieuwe collecties maken. Het grote voordeel van ons product is dat het enige naadloze vloersysteem is en altijd een plek zal blijven houden in de markt voor vloeren. De manier waarop je dat vers houdt en nieuw houdt en vernieuwend houdt, is collecties. Net zoals mode. Hè. Het is niet zo dat je morgen ineens geen jeans meer draagt. Jeans blijven, naast jurkjes en andere dingen, gewoon een blijvend mode-item. Maar hoe bedenk je die nieuwe dingen dan? Waar haal met je designers. Ideeën uit? Ja, dat zijn al die samenwerkingen. Ja. Maar natuurlijk, wij bezoeken zelf ook beurzen. De interieurbeurs in Milaan zie je ontzettend veel nieuwe toepassingen van bestaande materialen. Maar ook kijk ook om je heen. Kijk naar mode. Wat G-Star doet met denim, vind ik ontzettend inspirerend. En draagt ook bij aan de ontwikkeling van onze producten. Ik kijk alleen naar kleuren, wat je daarmee kan. Ja, werkt het met vloeren ook zo als met kleding, bijvoorbeeld dat er echt modekleuren zijn? Ja, absoluut. Wat zijn nu de modekleuren? Groen, dat is de kleur van het jaar. Maar met name natuurlijke tinten, dat zien we heel erg veel. Maar tegelijkertijd ook mooie donkere herfstkleuren, waarmee je een soort Hotel Costes-achtig idee krijgt. Maar tegelijkertijd ook hele mooie frisse zomerse tinten. Pasteltinten horen daar bijvoorbeeld bij. Dus ook kleuren die je terug ziet in de mode, willen mensen terug in hun interieur. Oké, dus het loopt wel een beetje synchroon met het modebeeld. Ja, absoluut. Ja. Het soort wisselwerking zit daarbij. Dat maakt het ook spannend, omdat je dan telkens weer met nieuwe collecties kunt komen. En wat voor designers zou je nog mee willen werken? Philip Stark is natuurlijk een designer die wereldwijd toonaangevend is. Dus ik zou graag met internationale ontwerpers willen samenwerken. Tom Dixon uit Engeland. Heb je daar al gesprekken mee goed. Dan? Met Stark nog niet. Die hoop ik te ontmoeten in Milaan in april dit jaar. Tom Dixon wel. Daar hebben we een aantal ideeën mee die we nu verder aan het uitwerken zijn. Zijn dat eigenlijk deals waar je echt dik voor betaalt aan zo'n designer? Soms wel, soms niet. Vaak hebben designers een royalty-structuur. Dus ontwerpen voor fabrikanten producten. En bij de verkoop ontvangen ze dan een fee. Ja, per verkocht product of iets dergelijks. Ja. Maar het is niet goedkoop. En zeker toonaangevende designers zijn duur. En dan moet je in investeren. Want over wat voor bedragen heb je het dan? Afhankelijk van het designer kan dat tussen de 20.000 euro of 100.000 euro per ontwerp zijn. Ja. Oké, dat zijn wel aardige bedragen. Ja, geen pocket change. Ik heb het nu niet bij me. Nee. Heb je eigenlijk altijd alles met eigen geld gedaan? Of is er een bank bij komen kijken? Nee, altijd eigen geld, ja. En dat is al die jaren gelukt? Ook in de jaren van de 800% groei en alle groeistuipen die daarbij komen kijken? Ja. Is dat iets wat je bewust gedaan hebt? Ja, het houdt je flexibeler. Je hoeft veel minder verantwoording af te leggen. Zeker nu is dat heel belangrijk.
Dus als wij iets willen, als we een idee hebben, kunnen we dat doen. Maar dat komt ook omdat we ons de laatste jaren steeds meer begrotingsdiscipline hebben aangeleerd. En omdat, afgezien van ons salaris, wat we nodig hebben om te eten en te drinken, om de huur te betalen, iedere cent teruggaat in het bedrijf. Dus we houden dat daar, omdat we geloven dat, dat Sensor nog veel harder kan groeien en een wereldspeler kan worden. En waar steek je op dit moment het geld in dan? Nieuwe website. Daar zijn we nu druk mee bezig. Die hopen we over een maand te presenteren. Maar ook showroom inrichting. Dus we willen toe naar een soort concept gallery, waarbij we onze winkels uniform van uitstraling kunnen kopiëren in andere grote steden in de wereld. Ja, want dat is natuurlijk het uiteindelijke plan is. Jullie willen heel graag nog verder internationaal, hè? Ja, we zien dat dit product, als je het vergelijkt met de landen om ons heen, voorop loopt. Qua finesse en productontwikkeling. En willen showrooms in Duitsland, in Italië, in Frankrijk, in Amerika. Want nu zitten jullie alleen in Engeland en België nog met de eigen showroom, ja, toch? En hoe concreet is het, zijn die andere landen die je noemt? Heel concreet, we denken nu samen met Moy aan een nieuwe showroom in New York, die we in 2014 gaan openen. Maar we zijn ook al bezig met het Midden-Oosten, met een vestiging in Dubai. Dat we merken dat er heel veel vraag is en heel veel behoefte aan. Want nu doe je daar volgens mij al wel af en toe wat klussen, maar dat zijn gewoon losse dingen. Ja, hoe werkt dat? Moet een vliegje gewoon een team in en die gaat zijn vloer leggen bij een sheik en dan ga je weer terug? Ja. Zo is het. That's it. En dan gaan er gewoon een paar emmers vloeistof mee. Ja, dus dat gaat in het vliegtuig mee. Een paar goede mensen erbij, projectleider. En die vliegen daar 2 weken naartoe. En die zorgen ervoor dat tiptop in orde komt. Mensen betalen ervoor, maar krijgen ook kwaliteit. En voor die internationale uitbreiding, als je het hebt over New York, als je het hebt over Dubai, hoe komen daar ook weer financiers bij kijken? Of doe je dat ook nog steeds uit eigen geld? Nee, dat doen we zelf. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je, als je limited resources hebt, dan heb je resourcefulness nodig. En voor ons betekent dat dat wij, als we een begroting hebben, een showroom in New York kost een miljoen. Als je dat alleen doet, maar als je dat met partijen deelt die elkaar aanvullen, die complementair zijn voor elkaar, dan kun je die kosten delen. Niet alleen je dagelijkse of maandelijkse kosten, maar ook de investeringen in een show om dat in te richten. En zo zijn we in België nu bezig met een concept gallery, waarbij we met de verlichtingsfabrikant, met een toonaangevende meubelfabriek en een leverancier van hele mooie spanplafonds bezig zijn met een nieuw ontwerp. Zodoende presenteren we ons op een nieuwe manier. Alleen maar vernieuwende producten tegen een fractie van de kosten. Want die gaan allemaal door 4. Dus tegen een kwart van de investering. Maar dat betekent ook wel weer heel veel meer overleg op discussies, denk ik. Ja. Want je moet het gezamenlijk dan wel eens worden. Ja, klopt. Ja, ja. Voor ons, wat voor ervaring heb je daarmee? Dat maakt het lastiger. Dat is waar, omdat je het eens moet worden over een stukje design. Maar wat we daar gedaan hebben, is een goede designer ingeschakeld om een ontwerp te maken en de merken bij elkaar te brengen. Dus dan geef je eigenlijk met z'n allen zeg je, oké, dit is de designer die bepaalt en die is leading. Om ook de snelheid erin te houden. Mm. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. En hoe doe je dat dan bijvoorbeeld met zo'n, als je naar New York wil gaan, met Moy, met het bedrijf van Marcel Wanders. Wie heeft dan het woord zeggen? Marcel natuurlijk. Nou ja, waarom? Nou, dat is natuurlijk een... Kijk, hij is designer. Ik vind dat zijn designs ook ontzettend sterk zijn. Uiteraard is er ook ruimte voor presentatie van ons eigen merk. We laten dat nu in Londen zien, waar we ook samen een showroom delen. En daarin zien we dat het eigenlijk heel goed bij elkaar past en heel goed samengaat. Dus er is ruimte voor ons product, er is ruimte voor hun product. En omdat het elkaar niet bijt, want zij maken meubels en wij vloeren, is dat alleen maar complementair. En hoe verdeel je inkomsten en zo dan als je samen zo'n zaak hebt? Nee, we zijn eigenlijk de business is los van elkaar, alleen je deelt een showroom. Dus het huurcontract wordt door 2 gedeeld, maar je inkomsten en je business die dat is gewoon volledig gescheiden. Het gaat echt alleen maar om kosten delen. Ja. Ja. En dat wil je ook in al die andere steden gaan doen? Dus als je het hebt over Duitsland, als je het hebt over Dubai? Ja, we zien dat dat een global thing is. Hè. Je ziet dat steeds meer merken moeten gaan kijken naar bezuinigingen. En een grote kostenpost is showrooms. Omdat grote merken presenteren zich vaak ook groot. En dat kost heel veel geld. Dus daar is ook heel veel te winnen.
En je ziet dat steeds meer merken die ook internationaal werken, die in bijna ieder continent showrooms hebben, dat die op zoek zijn naar kostenbesparingen. En dit is een mooie manier daarvoor. Ja. Dus we vinden het niet, we hebben ervaren dat het niet moeilijk is om merken te vinden die daarin willen stappen en dat ook uit willen rollen in andere landen. En maak je er een soort van franchise concept van? Dat je zegt, we kunnen dat straks kopiëren naar een heleboel landen? Ja en nee. Het is daar nu nog wel te vroeg voor, omdat we een lastig product maken. Het is handgemaakt, dus er komt heel veel vakmanschap bij kijken. En als het misgaat, zijn de kosten ook heel groot. Maar we zien het op lange termijn wel. Als we een handboek hebben en mensen kunnen invliegen om ze te trainen. Nou, ook omdat je dus straks zei van, ik vergeet wel eens dat ik dan in Nederland bijvoorbeeld ook de boel niet moet vergeten als ik dan weer ergens anders bezig ben. Ja. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het stabiel houden van je hele bedrijf. Ja. Dat is wel een uitdaging dan. Absoluut, ja. Ja. Als het aan mij gelegen had, hadden we al lang in nog 4 andere landen gezeten. Maar gelukkig weet mijn broer me daar aardig in te remmen en zorgt dat ervoor dat we op een stabiele manier kunnen groeien en dat we sommige dingen uitstellen. Zeker de economie werkt niet mee. Dus dan moet je soms ook je plannen aanpassen. Ja, merk je dat erg? Ja, in Nederland is omzet, wel. Is je omzet ingezakt? Nee, we hebben vorig jaar is onze omzet gegroeid dankzij Engeland en België. Maar Nederland is gedaald voor het eerst. Voor ons betekent dat we op zoek moeten gaan naar nieuwe markten en nieuwe landen. Om Want te kunnen is dat in Nederland, groeien. Is hier de rek eruit? Of is de markt verzadigd? Nee, helemaal niet. De consumentenmarkt is gewoon heel erg moeilijk. Hè. Er worden weinig huizen verkocht. Ja, mensen verhuizen niet. Of heel beperkt. We zitten op het bouwvolume van 1/3 van 2008. 1/3. Dus dat is heel weinig. We zien aan de andere kant dat we in de zakelijke markt nog wel groeien. Dus projectmatig groeit onze omzet. Dus je zoekt ook die groei dan nu in andere markten en andere sectoren dan? Ja, dat is belangrijk. En andere producten. Onze wandafwerking is daar een mooi voorbeeld van. Dus dat we niet stoppen op de vloer, maar doorgaan op de wand. Ja. Dat is een product is dat een groeimarkt? Steeds, ja, heel erg. Ja. Ja. Mensen die eigenlijk een alternatief zochten voor tegels, maar dat niet konden vinden, die vinden dat nu wel, want de sensorwandafwerking is een materiaal dat alle tegels in je huis kan vervangen. En dat aspect van ruimelijkheid, van naadloosheid, maar vooral ook onderhoud is heel erg appealing. Hè? Mensen kennen dat ook nog niet heel erg. Het is nog niet zo veel. Nee, het is nieuw. Het is razend nieuw. Je ziet dat het in Noord-Afrika en Zuid-Europa al langer wordt gebruikt. Italië, Spanje. Maar in Nederland nog niet. En dat betekent voor ons een mogelijkheid voor een goede markt. Waar we dan instappen en iets ontwikkelen wat mooi is, wat gaaf is en wat goed uitgevoerd wordt. Ja, dan tot slot. Wat verwacht je de komende jaren? Waar ben je over 5 jaar? Over 5 jaar hebben wij een spaceship. Nee. Kijk, wat ons drijft, of wat mij drijft, is de behoefte om te creëren. Zolang ik dat iedere dag kan doen, heb ik een optimaal gevoel van geluk. Ben ik blij met wat ik kan doen. Voor ons bedrijf zien we groei. Dus we proberen onszelf te blijven ontwikkelen. Ja, doelen zijn groei in het buitenland. Duitsland is een belangrijk punt. Duitsland, Engeland groeit natuurlijk. Maar als we het hebben over nieuwe showrooms, dan denk ik Italië, Duitsland, Amerika en het Midden-Oosten. Dat we daar nou met een vestiging zitten. Dat zou mooi zijn. Dat zou heel mooi. Laten we het hopen voor je. Ja. Goed, dank voor je komst. Leuk graag gedaan. Dank je wel voor je tijd. En jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dit was Groeigeld.